We zijn niet alleen bezig met onszelf, maar we hebben op microniveau iets neergezet dat ons niet alleen op macroniveau, maar op continentaal en intercontinentaal niveau iets goeds gaat brengen. Aldus een zelfverzekerde Jim Rassam. Hij is projectdirector Trustbank Amana. Hij sprak gisteravond op de kenniskringmeeting met als thema IMF, ISDB, EIB, CDB, IDB. Hoe verder met deze financiële instellingen? Rassam brak een lans voor de Islamic Development Bank, ISDB. Volgens hem zal zijn bank islamitische financiën brengen richting Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Maar hiervoor moet de kapitaalmarkt ook ontwikkeld worden, zegt Rassam. Als we kijken naar Trinidad, dan hebben ze dat ook goed gedaan. Het ziet er mooi uit, alleen je blijft klein. Je blijft geïsoleerd. Dus ik heb toen geopperd, richting de centrale bank en de minister van Financiën. En dat wij een grote broer nodig hebben. Die komt met zijn expertise, en zijn ICT-systeem. En dan zet je Suriname in één klap op alle schermen. Want de beurs van Maleisië is huge. Het is de largste Islamic exchange in de wereld. Met only on the Islamic market cap van $400 miljard. En on the conventional 600 miljard. Die hebben een perfect duat waar Suriname goed gebruik kan maken. En de CEO himself, I met hem. En hij is very, very eager. In oktober 2014 heeft de Islamic Corporation for Development een bezoek aan Suriname gebracht. Volgens Rassam ging het niet om het land, niet om een bank, maar om het verhaal. Dat heeft gemaakt dat de Trustbank Amana kon ontstaan. En ga jullie maar googlen, echt waar, doe dat. Je zult alleen maar positieve dingen vinden. Een van de de artikel die je vindt of de toespraken is van de Duitse minister van Financiën, die heeft op 5 september vorig jaar op een G20 summit heeft hij opgeroepen, al die G20 landen opgeroepen om Islamic Finance snel te introduceren en te integreren in hun economie naast conventional finance. Jim Rassam die opriep om van de gelegenheid gebruik te maken om een eerste islamitische bank deze richting op te brengen. De bedoeling is de waterkant te maken tot een financieel district van Suriname. Rassam was een van de inleiders op de meeting van de kenniskring in het Lararoek-gebouw over de verschillende financiële instellingen met wie de regering mogelijk in zee gaat. Na de inleidingen van de sprekers volgde er een paneldiscussie.